hele goede dag en welkom bij deze special van AZ TV die in het teken staat van Marco Bizot. Bizot keepte tussen 2017 en 2021 meer dan 160 wedstrijden voor AZ en mag met recht een belangrijke steunpilaar worden genoemd. Zo pakte hij in 2019 onder meer het record voor meeste clean sheets in één kalenderjaar. Dat waren er 31, om wel te verstaan. En tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk nam Bizot afscheid van het Alkmaarse publiek. En dus voor ons een hele goede reden om met hem mee te rijden vanaf Schiphol. Ja, goed, bij jou. Ik was even in mijn vlucht aan het omboeken voor morgenochtend. Ja, 6:00 eigenlijk. Ik wilde hem even een paar uurtjes later hebben. Ja, dat is even lekker. Ja. Ja. Wil je een bak koffie of niet? Zal ik even halen? Ja, een bak koffie. Ja, lekker. Ja? Doe maar. Koffie blijft belangrijk, hè, voor de koffie. Ja, ik wil het niet een verslaving noemen, maar hij was echt verliefd op koffie, ja. En hij heeft mij ook eerlijk gezegd echt goed leren koffie drinken. Altijd hobby, bakkie, bakkie. Nou, volgens mij heeft hij zelfs een koffieapparaat in zijn auto. Maar in ieder geval, hij heeft de medische staf voorzien van een koffiezetapparaat, zodat zij ook koffie konden drinken. Maar volgens mij was dat meer voor hemzelf, want als hij dan beneden was, dan kon hij daar ook gebruik van maken. Dus ik zag hem altijd lopen. Nou ja, als ik hem in ieder geval niet met de handschoenen aan zag, zag ik hem met een bakje koffie in zijn hand. Nou jongens, welkom in de Uber. Waar ben je naartoe? Ja, mooi, mooi gast. Ja, moet ik zeggen, ik kon hartstikke goed met hem opschieten. Leuke gast. Ik kwam hier binnen en we hebben wel vaak tegen elkaar gespeeld, denk ik, in de jeugd een paar keer. Toen hij nog onder 19, onder 18, onder 17. En Marco is iets ouder dan ik, dus het was leuk om elkaar te zien. En was een warm ontvangst en was leuk. Welkom terug in Nederland, Marco. Dankjewel. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, apart gevoel. Het is een van mijn weinige keren dat ik nu terug ben. En de meeste, of tenminste de enige keren dat ik terug ben geweest, dat ging ik terug met mijn hele gezin. Yeah. En nu ben ik hier alleen. Speciaal voor jullie. Maar hoe is dat Brest? En Brest is natuurlijk een uiterst puntje van Frankrijk. Ik denk als het echt mooi weer is, dan kan je Plymouth zien. Ja? Dan kan je Engeland zien bijna. Zo ver zitten. Ja. En het is een redelijk grote havenstad. Het is voor mij best wel een belangrijke stad geweest, ook vroeger. Erg industrieel. Maar op zich de regio Bretagne, dat is wel super mooi. Zoals je ook echt een beeld hebt bij Bretagne. Hoe is de voetbalclub? Familiair. Het is een relatief kleine club. Het stadion staat ook echt midden in de stad. Dus ja, sommige mensen die net geluk hebben, die kunnen van hun zolderkamer kunnen ze nog de wedstrijd meepakken. Dat is wel mooi. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Ja, dat heeft natuurlijk wel zijn sfeer en zijn charmes. Ja, maar jullie doen het wel goed al dit seizoen. Jullie staan 10 of 11, dacht ik. Verrassend. Verrassend genoeg hebben we echt een fantastisch seizoen achter de rug. Sinds vorig weekend, toen we gewonnen hadden, was het ook de eerste keer sinds 1989 dat ze op 45 punten staan in de okay, Ring 1, zeg maar. Oh, dus dat is voor Brest is dat gewoon een hele mooie en goede prestatie. Maar komt toch ook wel een beetje door jou dat het zo goed gaat? Nou, dat is ook wel weer. Vind je dat te veel eer? Nou goed, ik heb wel gemerkt dat ik inderdaad wel. Wel goede wedstrijden heb kunnen spelen ook en ook wel een x aantal wedstrijden wat punten heb kunnen pakken ook voor de club. Ja. Zeker een bijdrage. Ik denk ook dat het vrij bijzonder is dat je, als ik ervan uitga dat ik volgende week nog speel, dat je eerste seizoen dat je alle wedstrijden speelt gelijk. Ja. Zonder enig eens, twijfel of zonder blessuretje, zonder niks. Maar daarop aansluitend, ik zie ook vaak de elftal van de week. Ja, dat is natuurlijk niet dat je dat zomaar wordt. Ja, misschien hebben ze gewoon heel veel kranten, weet je wel. Dat wij de regionale uit Brest hebben gepakt. Ja. Nee, maar serieus, grote kranten. Nee, klopt inderdaad, ja. En nou ja, goed, dat is misschien ook wel een beetje nu het
Ja, mijn voordeel bij Brest. Het is niet zo dat je bij AZ soms wel eens één of twee ballen in 90 minuten krijgt en that's it. Bij Brest krijg je gemiddeld 15 of 20 ballen op je doel. Ja. En er zijn gewoon een heel x aantal teams die kwalitatief gewoon veel beter zijn dan dat wij zijn, zeg maar. Ja. Dus ja, voor mij is dat, komt dat op zich hartstikke goed uit. Tijd waren we op zoek naar een keeper die wat meer aansloot, zeg maar, op het profiel van wat we graag wilden hebben bij de speelstijl. En daar was Marco een van de kandidaten van. Daaruit voort er wat gesprekken gevoerd met hem, afzonderlijk of met elkaar. En uiteindelijk is dat een begin geweest waardoor hij uiteindelijk bij AZ is gekomen. Zeker toen de tijd werd het steeds wat duidelijker, zeg maar, hoe we als AZ wilden spelen als team, zeg maar. En daar zochten we een keeper bij die ook goed aan de bal was. Hè, dus die kon meevoetballen. Maar ook een keeper die gewoon goed was in hoge ballen en de ruimte bespelen achter de laatste lijn. Ja, en Marco is in Nederland is hij geschoold. En is echt wel een allround keeper. Dus vandaar dat wij bij hem zijn uitgekomen onder meer. Dus. Ja, ik denk dat hij plezier bracht. Dus we waren altijd natuurlijk aan het verbeteren, heel serieus en altijd hard aan het trainen. Maar op momenten ook het juiste moment een keer plezier. En dat maakte gewoon dat het een goede sfeer was. En dat was erg leuk en waardoor je met plezier in de training staat en daardoor alleen maar elkaar beter maakt en elkaar sterker maakt. En ik heb echt het jaar heel erg gewaardeerd en veel van hem geleerd. De band, zeg maar, die drie of vier keepers hebben in de selectie met elkaar, waaronder dan Marco en Hobi en de andere twee keepers dan, hè, die dan vaak van de jeugd uit door zijn geschoven. Ja, dat was wel uniek, zeg maar. Best wel de vier verschillende persoonlijkheden die het met elkaar dusdanig een werksfeer neerzetten, zeg maar, dat er heel veel lol is, maar dat er gewoon echt keihard gewerkt wordt, weet je wel. En buiten het veld ook nog goed met elkaar kunnen opschieten. Dat vind ik wel echt uniek. Dat past ook wel bij AZ, maar dat zeker credits voor Marco daarvoor. Hoe was jouw band eigenlijk met Nick? Goed. Zeker, ja, goed. Dus met Nick natuurlijk heel veel meegemaakt. Nick is natuurlijk ook degene geweest die me uiteindelijk zover heeft opgeleid en verbeterd totdat ik mij mocht aansluiten bij het Nederlands elftal. Daar heeft Nick een hartstikke groot aandeel in natuurlijk. Nick is iemand die onwijs goed kan kijken naar de persoon, naar degene waarmee hij werkt, wat diegene nodig heeft. Daar is Nick een heel bijzonder mens in ook. Ik denk dat sowieso Hobi een van de beste personen is die je naast je kan hebben. Als trainingspartner, als maatje, als goede gozer en Bo ook. Met die jongens hebben we gewoon zoveel plezier gehad goed, hè, wat hun ook aangeven, elkaar ook gewoon goed gestimuleerd om elkaar te verbeteren en om te ontwikkelen. Ja, dat is bijzonder. Ik was er ook gewoon om hem echt te helpen en elkaar beter te maken en ik ben er ook om beter te worden. En ja, die rol was heel duidelijk en Marco was de eerste keeper en die heeft het gewoon heel goed gedaan en daardoor natuurlijk een transfer verdiend naar het buitenland. En die heb eigenlijk alleen maar heel belangrijk voor de club geweest. En
mooie jaren hier gehad, denk ik. En ook met de supporters is hij altijd heel erg geliefd geweest. Dus ja, dat is alleen maar mooi om te zien. Dat is alleen maar leuk. Ja. Wat zijn zijn sterke punten als keeper? Ja, hij is echt een fantastische reddingkeeper. Dus echt een keeper. En hij heeft soms reddingen dat je denkt, hoe pakt hij die in vredesnaam? Ik denk dat jullie zo een rijtje van elkaar achter elkaar kunnen zetten. Met echt gewoon ja, fantastische reddingen. Breien komt al zijn eerste paal. En opnieuw is het Bizot. Dit is de eerste knappe redding van Bizot. Die noodzaak. Hier aan doen, Bizot. Sadiq. Geen 3-0. Dat is voorkomen door Bizot. Bizot moet zich daar ineens strekken. Dat was deel 1 van deze special over de muur van Alkmaar. Zometeen na de reclame zijn we terug met deel 2. En dan zie je meer over zijn transfer naar Stade Brest. En neem Marco Bizot afscheid van het AFA-stadion. Graag tot zometeen. Botteguin bij de tweede paal. En weer een reflex van Bizot op de lijn. Zoals hij in de eerste helft ook al een keer deed. Leeds Doan of Bizot? Het wordt Bizot! Bizot pakt de strafschop. Het is meteen rust. Bizarre slotfase van deze eerste helft. Buitenkantje rechts en dan de omhaal. Oi, 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 oi. En de redding van Bizot. Maar dit is wel een heel fraaie aanval. Van Overheen met de kans. En de bal gaat maar net naast. Via de vingertoppen nog van Marco Bizot. Zol komt daar tot kop toe en in tweede instantie krijgt hij hem niet vol op de pantoffel. Ja, doordat die jongen zich toch bleef ontwikkelen en ja, waarom hij steeds ja, beter werd en ook het team werd beter. Ja, toen kreeg hij toch volgens mij aan het einde van het seizoen al die uitnodiging voor de voorselectie van het nationaal team. Ja, dat was natuurlijk een mooie opsteker en daar is hij eigenlijk ja, 4 jaar lang bijgebleven. Ja, en dat is super knap. Weet je wel, hij is er wel een paar keer afgevallen en toen weer geselecteerd. Ja, met ons natuurlijk als hoogtepunt Nederland-Spanje, waarin hij zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal. En dan moet je me nog iets uitleggen, want ik zie er een tattoo op je arm staan. Hij had heel veel tattoos. Vind je het wat of niet? Ja, zeker. Maar ik wil eigenlijk over die tattoo beginnen. Ja, dat was ik al bang voor. Ja, maar dat is zo'n koffiepistool, toch? Die je in zo'n machine doet. Dat is een pistool, ja. Het is uitgegroeid van liefhebber naar hobby, naar absolute topniveau koffiemachine voor thuis. Jij neemt zelf een koffiezetapparaat met het vliegtuig in? Ja, want het werd niet geregeld voor me. Dus ja, dan moest ik het zelf maar doen. Hè. Maar het is niet alleen voor het vliegtuig. Het is gewoon als je op een Europese wedstrijd gaat of je gaat uit de strijd. En je komt in die hotelkamer en je zit opgesloten voor 3-4 uur. En je hebt niks te drinken. Dan heb jij Kijk, we gaan een lekker bakje koffie nemen. Op zich, heel veel tatoeages zijn een deel van mijn levensweg, levensbaan. Ja, dingen die je meemaakt, littekens die je dingen achterlaten. Het is van alles, ja. Het is van alles. Een van die tegenslagen die hij heeft gehad was maart 2020. Zijn vader overlijdt. Een dag later speelt hij tegen Las Cleans. Komt hij terug, heeft hij de uitvaart. En een dag later speelt hij de topper tegen Ajax. Ja. Hoe heb jij hem die week van dichtbij meegemaakt? De manier waarop hij toen gespeeld heeft, dat is wel, vind ik echt bijzonder. Op een positieve manier. En de emotie kwam natuurlijk na de wedstrijd. Maar ja, dat vind ik, als je dat allemaal meemaakt en je kan zo'n partij op de mat leggen, ja, diep respect. Promes en geweldige redding Bizot, want er was nog de kopkans voor Tadic. Veel ruimte voor Blind, dus haalt hij uit en heeft Bizot hem. Daar komt Tagliafico en daar is Bizot. Weer met een bijzondere fraaie redding. Idrissi, geweldige bal van achteruit, Idrissi! Nu wel 2-0. Wat een waanzinnige bal van achteruit. En nu schrijven we hem wel op. De 0-2 van Idrissi.
is het voorbij en wint AZ op bezoek in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Ajax. En is dit feest er te vieren bij AZ. Dat was een van de, in ieder geval een van de bizarste weken die ik ooit heb meegemaakt in mijn carrière in ieder geval. Hoe staat je dat bij? Ja, dubbel. Ene kant natuurlijk onwijs triest, treurig. Aan de andere kant natuurlijk ook een onwijs euforisch moment, belevenis. Heel dubbel. Ja. Maar ja, uiteindelijk kijk ik daar goed op terug, zeker. Ja. En het feit dat hij continu is hard blijven werken, elk seizoen is hij wel beter geworden, zeg maar. En dat is natuurlijk leuk, want dat is hetgene waarvoor je het doet. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vorig jaar, 2021, de zomer dan. Ja. Kan je ons meenemen hoe dat is gegaan, de hele transfer? Hoe heb jij dat meegekregen? Hoe heb jij dat beleefd? Hoe is het allemaal? Nou, het is eigenlijk al een jaar daarvoor is het natuurlijk gaan spelen. Dus de transfer die hij graag wilde en die hij ook verdiende. Want dat was het jaar zeg maar, dat hij alle records verbrak. Toen had hij wel zijn zinnen gezet op een transfer. En hij had het bij AZ gewoon hartstikke goed gedaan. Dus het was ook wel logisch geweest als dat zou gebeuren. Alleen toen kwam corona en allerlei andere omstandigheden waardoor de transfer niet doorging. Dat jaar erop, dan wist je van nu gaat het wel of niet gebeuren. Uiteindelijk hadden we wel geanticipeerd op een vervanger. Alleen als je dan niet vanaf het begin erbij is, vanaf juni, maar in augustus komt. En in dit geval was het dan Peter die er dan bij kwam. Ja, is best lastig. Dus vandaar dat hobby. Onze tweede keeper, die heeft op het moment dat Marco eigenlijk al met de transfer bezig was, die heeft eigenlijk de hele voorbereiding heeft hij gespeeld. Maar, en dusdanig goed gedaan dat we hem ook de wedstrijden hebben laten spelen voor de voorronde van de Europa League, competitiewedstrijden. Dus ja, wij mogen ook alleen maar blij zijn met zo iemand als Hobie Verhulst. We begonnen natuurlijk de voorbereiding en ik kon alles spelen, dus dat was natuurlijk heel erg fijn voor mij, heel erg leuk voor mij. En uiteindelijk maakte Marco een hele mooie transfer. En ik denk dat hij daar een hele mooie stap heeft gemaakt. En verdiend had dat hij een stap kon maken. En dat hij heeft laten zien dat hij een hele goede keeper is hier. En een mooie stap heeft gemaakt. Ik heb de mogelijkheid om mij te laten zien in de Ligue 1. En of dat nou bij Brest is, bij Monaco of bij Paris Saint-Germain. Je zit in de Ligue 1. En dat is fantastisch, want je krijgt niet zo heel veel kansen om in het buitenland, in een topcompetitie, aan de bak te komen. En ook gewoon iedere week te spelen. Die kansen voor spelers liggen die misschien ietsjes hoger, maar voor keepers is die er echt niet. Dus voor mij is het gewoon, het is gewoon bijzonder en speciaal dat ik die kans wel heb gekregen. En dat ik nu gewoon iedere week op het veld mag staan en tegen de beste voetballers van de wereld ook mag spelen. Hoe vind je dat hij het nu doet bij Brest? Ja, ik vind dat hij het nu hartstikke goed doet. Ik volg het uiteraard. En in het begin had het wel lastig als ik het zo even van een afstand kon bekijken. Dat is natuurlijk op zich ook wel logisch. Maar ik denk dat die club gewoon het hartstikke goed gedaan heeft in de competitie. En verrassend eigenlijk best wel makkelijk zich gehandhaafd heeft. En ik zie er wel regelmatig wat hoogtepunten. Dan zie ik hem weer door het doellijn duiken. Dus ik heb de indruk dat hij gewoon dat hij nu echt wel op zijn plek is. En dat hij nu echt wel de oude Marco Bizot is. Ja, daar is hij toch eindelijk weer. Daar is mijn vriend. Ja, ik zag je ook al, vriend. Ik ben heel erg blij en heel veel van hem geleerd en vooral veel plezier gehad. En ik ben hem daar ook dankbaar voor en wens hem nog heel veel succes. En wie weet komen we altijd weer elkaar tegen. En je weet het nooit hoe de voetbalwereld loopt. En het was in ieder geval heel erg leuk werk. Ik heb nog steeds het laatste daarom. Oh, is het laatste? Ja, is het. 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 Ja,
Alsjeblieft, meneer. Alsjeblieft. Het was eigenlijk een periode waarin het plezier voor voetbal, de echte fun, het goede gevoel eigenlijk weer best boven is gekomen. En als je dat kan hebben bij een club, het veld, trainingen, maar ook de combinatie met het thuiskomen, met de supporters. Ja, dat, als je dat kan ervaren tijdens je carrière, dat is gewoon bijzonder. Dat is echt speciaal. Ja, dit was hem dan alweer, de special over Marco Bizot. Op 4 juni zijn we terug met AZ TV, dan met een nieuwe special. Die zal gaan over dit Eredivisie seizoen. Daar gaan we dan op terugblikken. Voor dit moment bedankt voor het kijken. Graag tot dan.